Herinnert u zich de geschiedenis van het houten paard van Troje? Het was zo groot dat de Trojanen de poortmuren af moesten breken om het de stad in te krijgen. Iets soortgelijks geschiedde deze dagen in Amsterdam. Ook hier moest een muur worden afgebroken om een groot paard de stad in te krijgen. Een paard van beton ditmaal, dat door de Amsterdamse beeldhouwer Paul Koning is vervaardigd. Zijn schepping was zo groot geworden dat de enige methode om zijn kunst uit te dragen eruit bestond een gedeelte van het atelier weg te breken. Op de straat werd het dier in de takels gehesen. De altijd deskundige Amsterdammers gaven de nodige aanwijzingen. De paarden van de bereden politie toonden maar weinig belangstelling voor hun betonnen collega. Misschien waardeerden ze de strakke lijnen van de moderne kunst minder. De straat was niet breed genoeg om het 3 meter lange en 3 meter hoge beeld op te laden. Langzaam werd het daarom naar een pleintje gereden waar ruimte voldoende was om het op een oplegger te kunnen plaatsen. Stevig vastgeschort begon het beeld zijn tocht naar de plaats van bestemming. Voor het vervoer van dit ene paard waren 80 paardenkrachten nodig, maar het weegt dan ook 3000 kilo.